Het favoriete momentje van de dag. Oh. Ja hoor. Hallo, gezellige kerstboom op mijn gamekamer. Heel leuk. Goedemorgen. Het is vlogmas. Of zal ik het kerstvlog noemen? Nee, ik hou het lekker bij vlogmas, denk ik. In ieder geval, nummertje 2. Het is vandaag woensdag en ik ga beginnen de dag met een potje tennis met mijn vriendinnetje Michelle. Eigenlijk is het veel te koud ervoor, maar goed, we hadden het al afgesproken en het is iedere keer afgezegd, dus we gaan er gewoon voor. Ik ben benieuwd of ik dat vlog. Meestal vergeet ik tennis te vloggen, dus we gaan het zien, wat jullie dadelijk zien. Het tennissen zit erop en zoals ik al voorspeld had, heb ik... wat vergeten, de camera mee te nemen. Kan jullie wel de zweetplekken laten zien? Kei ranzig. Maar ja, dat is het bewijs dat ik wel getennist heb. Nu is het wel grappig. Een verhaaltje wil ik vertellen, dus ik ga jullie even neerzetten. Dit is niet de beste angle, maar onderk in live. We gaan het gewoon doen. Ik kreeg gisteren een berichtje van de Dutch Stream Award. Ik ga het even voorlezen. Hoi met Ia, morgen gaan we de Dutch Stream Awards uitreiken. We zouden het leuk vinden om jou even in de uitzending te halen, omdat uit de stats van Twitch blijkt dat jij in 2020 de streamster was die het meeste uren heeft gespeeld. En daar even een kort gesprek over hebben. Hoe cool! Ik zeg tegen de Dutch Stream Awards, zeg ik, wat leuk, ik wist helemaal niet dat ik zoveel had gestreamd. En toen zei hij, verreweg, 1440 uur. Dat is echt bizar veel. Dus vanavond kom ik in de uitzending. Ik ben niet genomineerd voor de publieksprijs van de Dutch Stream Awards. Wat ik wel jammer vind, maar ook compleet mijn eigen schuld vind. Want ik heb het totaal niet gepromoot. Dat gaan we volgend jaar wel anders doen. Maar goed, ik was een beetje dom. Maar gisteravond zat ik de vlog te editen. En toen kreeg ik ineens de bericht dat ik dus genomineerd was door de vakjury bij de beste vrouwelijke streamer van 2020. En ook de beste streamer 2020. Dus dat is wel cool. Sta ik tussen allemaal vet professionele mannen ook. Dus dat is wel cool. Ja, en sowieso tussen al die vrouwen echt super cool. Dus vanavond gaan we zeker even de awardshow kijken. Ja, jullie zien het in deze vlog, want deze vlog is 2 vlogs lang. Ik ga nu streamen, dus ik heb niet zoveel te vertellen meer. Ik zie jullie, denk ik, na de stream. Oké, de stream zit erop. Ik ga heel eventjes in de slaapkamer ben ik. Want ik had gezegd op Instagram welke jurk gaan we dragen vanavond bij de awardshow. En de meeste stemmen gelden en het is deze jurk, terwijl dit een zomerjurk is. Dus deze ga ik aantrekken, maar ik ga er wel een vestje overheen doen, want anders is het mij echt te koud. Dus ik ga even van deze outfit naar deze outfit. De jurk voor de Stream Awards. Ik heb geen zin om hakken aan te doen, ik hoef toch niet te lopen. Mijn haar heb ik ook niet gedaan, want het is toch geen echte show. Nou, laten we de show gaan bekijken. De Dutch Stream Awards zitten erop. Ik ben daarna meteen in bad gegaan en mijn pyjama lekker aangetrokken. We hebben helaas niets verloren. Nou, we hebben niets verloren, maar we hebben ook niet gewonnen. Helaas, helaas, helaas. Ik had graag een prijsje in de wacht gesleept, maar helaas mocht het niet baten. Maar... Puk heeft wel 2 prijzen gewonnen, dus vet trots op Puk. En morgen ben ik weer terug in deze vlog, dus ik ga nu naar bed. Zie jullie morgen! Goedemorgen, schatje. Oh, mag jij niet eien? Wennen. Goedemorgen, lieve poes. Tijd om eventjes dat cadeautje uit te pakken. Die heb ik gisteren ontvangen. Ik ga even op Instagram een story maken waarin ik dat uitpak. En ik denk dat ik ook een unboxing op TikTok doe. Dus die ga ik nu even opnemen. Ik zal jullie laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Nou, met die
die timelapse zien jullie een beetje hoe ik dat soort dingetjes doe. Het is echt niet interessant of zo achter de schermen. Maar ja, dat is wat ik doe op een dag. Ik hou lekker deze kersttrui aan. Hoe feestelijk is die? Ik vind hem echt heel leuk. Er staat dus op Immortals Phoenix Rising. We gaan deze game vanavond spelen. En Stalker Coffee, die vertelde mij dat de game heel veel humor en heel veel leuke puzzels heeft. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er ook echt keiveel zin in. Misschien dat ik wel iets eerder live ga om al te gaan spelen. Want nu ik dit allemaal gezien heb in die unboxing, dan heb ik er ook helemaal zin in. Ondertussen vroeg Nikki of ik cappuccino wilde. Dus ik ben heel benieuwd. Want we hebben gisteren voor hoeveel geld aan koffie besteld, Nick? Ja, we moeten er wel echt erbij vertellen. Veel te veel in ieder geval. Wow. En ik kan het wel laten zien. Dan kregen we... Dit is nou de koffielaag. Oh nee joh. Dat moet ik zien. Ja, ik moest wat dingen verhuizen. Dus hier staan nou... daar zijn die andere Harry Potter dingen en zo. Die hittepit. Oh, die hittepit. Ja, ja, ja. Ja, en... ja. Dit maar... heeft de melk op schuimen dus gekost. Ja, nu hebben we dus... We hadden ook al een melk op schuimen. Dat is echt erg. Maar ik wilde, zoals jullie wisten in de vorige video, heb ik het ook gezegd. Ik wil dan al die gadgets van Nespresso. En dit is en de... En ze drinken niet eens koffie. Nee, maar ik drink wel cappuccino. Is deze dan van mij? Die hoge? Of die? Waar heb je de minste... iets meer koffie in. Oh. En daar iets minder koffie in. Dus welke je wilt. Ja, dat vind ik lastig. Maar waar zit meer melk in? Hier. Dus. Ja. Oké, okay, dan neem ik die kleine. Ik had te veel, hoe heet het? De melk gemaakt. Was het wel een handige... Ja. Het werkt hetzelfde als die andere alleen, zeker? Ja, alleen hij kan blijkbaar ook koud of zo. Ja, maar dat kan die andere ook. Hoe bedoel je koud? Koud de melk opschuimen. Ja? Waarom zou je willen? Voor een koude ijskoffie. Oh, ja, weet niet. Geen idee. Oké, okay, nou, ik ga hem even proeven. Het was een heerlijke cappuccino. Nikki heeft er nog geen slok van op. Maar ik vond hem heel lekker. De mijne is al op. Ondertussen is Nikki Assassin's Creed aan het spelen. Dus wij vluchten naar boven. Oh, kut. Ik heb het niet eens in de buurt. Dat staat vast op camera, Nick. Oh, dat is wel gênant. Nou, fantastisch. Misschien moet je streamer worden. Kijk wel uit. Hallo. Oké, ik ben weer naar boven gevlucht. Oh. En ik heb hier een pakketje liggen. Dit is niet gekregen, maar dit... Nou ja, het is wel een beetje gekregen. Ik doe trouwens de deur dicht. Want dit is geheim voor Nikki in ieder geval. Dit pakketje heb ik van jullie gekregen. Die hebben we voor gespaard op stream. Had ik een donation goal voor webshop uitbreiding. En dit is de core, hoe noem je dat? Ja, dit is gewoon het belangrijkste stukje van die webshop uitbreiding. En ik ga hem even uitpakken. Dan kunnen jullie zien wat ik bedoel. Dit heet de Cricut Maker. De Cricut Maker is een snijplotter. Dit is dus een snijplotmachine. Uit Amerika is dit. Is dit merk in ieder geval. Je hebt heel veel verschillende merken. Maar dit is een beetje wel de crème de la crème. Hoe zeg ik het? De apples onder de snijplotters. En die gaan wij nu eens even uitpakken. Ik heb hem volgens mij in champagne kleur besteld. Champagne kleur. En ik moet dus ook nog helemaal gaan uitzoeken hoe die werkt. En ik moet hem vandaag eigenlijk gebruiken. Want ik heb iets bedacht. Nou, ik moet eerst even vertellen wat dit doet. Je kunt, er zit een softwareprogramma bij waarin je designs kan maken. Je eigen designs. Dus bijvoorbeeld het materiaal logo van mijn webshop. Nagini, niet aan de camera zitten. Die kun je dan designen. En deze plotter... Die gaat dat design dan uitsnijden. En, dan kun je, en dat kan je dan op vinyl doen. En met vinyl kun je dan door middel van een heatpress kan je dat op een shirtje drukken.
Dat is een beetje wat je kan doen met bedrukken. En daarvoor is het ook een uitbreiding van mijn webshop. Zodat ik alle custom designs, en ik kan ook namen dan van Twitch namen op trui's en shirts bedrukken. En ja, dat vind ik gewoon super leuk. En dat maakt het super persoonlijk. En ook gewoon handmade by me. Maar voor Sinterklaas heb ik getrokken met de loodjes. Want als deze video online komt, zitten wij al met onze familie bij elkaar. Dus verwacht ik niet dat ze mijn vlog gaan kijken. En dan kan ik gewoon... Dus ik kan nu gewoon zeggen dat ik Nikki dus heb getrokken. Nikki is er helaas al achter gekomen. Maar dat vertel ik later nog wel even. Maar wij hebben geen bierglazen in huis. Nu heb ik in de kringloop 8 bierglazen gekocht. Speciaal bierglazen. En die wil ik dus allemaal bedrukken met de namen van de vrienden van Nikki. En dat is dan het cadeautje. Echt helemaal geen duur cadeautje. Maar ja, je hebt wel zo'n ding nodig. Niet dat ik het daarvoor gekocht heb, maar... Ja, het happens dat ik er nu een heb. Dus dat is het eerste project dat ik hiermee ga maken. En dat is een stencil. Moet ik dan de namen moet ik dan uitprinten of uit laten snijden. En dan moet ik dus de stencil gebruiken op het glas plakken. En dan moet ik dat dus verven. Dus dat is een beetje omslachtig, maar het werkt wel. Maar eerst gaan we deze nu even verder unboxen. De Cricut Maker. Materials for your first project. Oh, dit is zo leuk ingepakt. Kijk dit ook, een envelop. Heel netjes. Ja, tuurlijk is het door hen heel netjes. Dit is echt letterlijk crafting. En ja, daar is dit voor gemaakt. Oh, er zitten allemaal... Kijk dan! Kijk, je kan dus papier snijden ermee. Maar je kan ook stofjes snijden ermee. Of dikker karton. Leuk. Oh, super leuk. Dan kan ik het hiermee uitproberen hoe dat werkt. Nou, dan zit er een cd of iets bij. Nee, dat is een boekje. Er staat op Open Me First. Getting started in forced. Kijk hoe leuk. Echt zo leuk. In het Engels, Frans, Duits, Spaans. Even kijken of er Nederlands bij zit. Italiaans. Zal wel geen Nederlands. Oh, zelfs Nederlands en Portugees. Nou, laten we de Nederlandse erbij pakken. 1. Geef deze pracht de vrije loop. Steek de stekker van uw fantastische nieuwe Cricut machine in het stopcontact en zet hem aan. Ga naar cricut.com/setup. We begeleiden u stap voor stap. Maak iets leuks. Bij het instellen maken we een oefenproject met het materiaal dat in de doos zit. Leuk! En 4. Bladwijzer toevoegen aan deze pagina. Dat is cricut.com/create. U vindt alles wat u nodig hebt om met uw nieuwe machine te leren werken. Veel plezier. Nou, dat zou heel makkelijk moeten zijn. Oh, maar hoe leuk hebben ze dit gedaan? Dit is echt... Oh, dit is echt leuk. Ik heb er echt nooit... Ik had al zin in. En nu heb ik er nog veel meer zin in. Nou, en dan zit er een warranty bij. En dit is volgens mij... Kijk, dit zit er ook in. Volgens mij is dit het snijstukje. Dus deze zet je in deze printer. En die snijdt dan dus met dit wieletje. Oh, dit vind ik zo leuk. Ik ben helemaal door het dolle heen, jongens. Oh, er zit nog veel meer bij. Er zit een markeer erbij. En wat is dit? Cricut Rotary Blade Cap. Oh, dit is een kapje voor op het snijstukje. En... Een kabel. Oh, leuk! Ik ben helemaal enthousiast. Ik ben zo blij dat ik dit nu vandaag in de vlog heb zitten. Dat neemt niemand mij meer af, deze unboxing. Helemaal enthousiast. Oké. Dan gaan we hem eruit halen, jongens. Oeh, dat is zwaar. Dit is hem, joh. Oh, dat is veel zwaarder dan ik dacht. Een adapter. En een adapter voor Amerika. Maar ja, als ik hem ooit mee wil nemen op vakantie. Oh ja, silica gel heet het. Hoe heet het in het Nederlands ook alweer? Nou ja, van die siliconenbolletjes. En dit zijn de matten waarop je je stencils plakt, zou ik zeggen. Zodat ze blijven liggen.
En dat ze het op de juiste manier snijdt. En dan hebben we er twee. Die zitten er gewoon standaard bij dit pakket. Oh jongens, jullie willen niet weten hoe enthousiast ik ben. Maar dat hebben jullie vast wel door. Aan hoe ik reageer op het moment. Oké, doe ik de doos even weg? Nu is de vraag, ga ik het hier in de gamekamer zetten of ga ik het boven op mijn webshop ateliertje zetten? Oké, laten we deze even openmaken. Hier kun je het zien, dat ik hem openmaak. Plastic eraf. Dat eerste was de beschermhoes. Oh, ik ben zo blij hiermee. Oh, dit is denk ik het beste donation goal dit jaar die we gedaan hebben, jongens. Echt waar, ik ben zo dankbaar hiervoor. Oké, nou, dit is hem. Dit kan omhoog. Oh, dat gaat automatisch. Ja, hoe ik hem nu moet instellen, geen idee. Maar wat er op deze aan de slag in 4 stappen staat... Steek de stekker in de stopcontact. Dus daar gaan we maar eens gewoon mee beginnen. Doe deze dicht en deze dicht. Ik denk dat ik hem hier neerzet voor nu. En dan zet ik hem later boven neer. Oké, ik ga jullie even wegdoen en dan ga ik hem even aansluiten. Oké, hallo. Daar zijn we. Ik heb hem aangesloten. Hij staat daar. Je ziet alleen het doosje. Hierachter staat hij. Maar zie je net niet op de camera. We gaan door naar de volgende stap. Want dat was... Even kijken. Sluit u aan. Ga naar cricket.com is het. /setup. Dus dat ga ik nu doen. Oké, Design Space for Windows wordt gedownload, dus dat is wat. Kom je er ook bij? Ze is helemaal niet nieuwsgierig, deze kat. Oké, de volgende stap kan ik vast lezen. Dat is dus bij het instellen maken we een proef oefenproject met materiaal dat in de doos zit. Dus dat was dit. Toch, Nagini? Ze kijkt naar mij. Wat is er? Je vindt het weer verandering, hè? Het is bijna iedere dag hier verandering met kerst. Och, arme meid, hè. Het is zo'n zwaar leven wat jij hebt. Oké, product setup doe ik, want we hebben een cutting machine. We hebben een smart cutting machine. We hebben de Cricut Maker. Die staat voor de camera, meid. I have a Cricut ID. Volgens mij had ik die al gemaakt. Matthias, Nagini zit met haar staart te swipen. Te swipen. Zo swipe het, hè. Oké, clear 10 inches. 25 centimeter van hier naar hier. Behind your Cricut Maker. Behind. Oké, dat heb ik nu niet. Dus dat ga ik eerst doen. Oké, dit hoeft niet allemaal vast te liggen, maar het lukt het nog niet. Dus ik ga hem even zonder camera erbij aanslingeren. Ik moest even op het aanklopje drukken. Lekker dom. Oh, ik zie dat mijn batterij leeg is. Oei, ik ga gauw aan de oplader hangen en dan kom ik bij jullie terug. Dan ga ik ondertussen het helemaal opzetten.
alle stapjes doorlopen. En als ik dan ga beginnen met wat ik wilde maken, dan pak ik jullie er weer bij. Ik heb een logo gekozen. Ik vond het wel grappig. Was twee lipjes. Of ja, dus een mond. En nu moet ik dus hierop klikken. Ik heb de mat erin gelegd. Een stukje karton erop. En nu moet ik dus op dat flashende icoontje klikken. En dit wilde ik even filmen. Want dit is de eerste keer dat hij het gaat doen. Dit is toch apart, hè? Cut in progress, zegt de computer. Kijk. We gaan beginnen. Klaar. Oh cool. Test cut complete. Okay, next. Press the unload button. Nou, daar lag hij dan. Op de grond. Okay. Oh nee, kijk hoeveel stof erop is gekomen. Oh, dat moet ik schoonmaken. Oh, wat erg. Hij moest niet vallen. Okay, ik ga jullie weer wegleggen, want ik faal in alles. Dit heb ik gemaakt. En nu ga ik het dus snijden. Ik ben heel benieuwd of het werkt. Hij is alleen naar beneden gevallen. Ik heb niet het juiste vinyl, want ik heb heat transfer vinyl. En het moet premium vinyl zijn. Dus ik ben benieuwd of het werkt. Okay, het was wat werk, maar het eerste stijnsel zit erop. Hier staat Matthijs. En als je dan een slokje neemt, staat er Matthijs. Ik heb het stencil erop en dit ga ik zo dus inkleuren met verf. En dan moeten ze bakken in de oven. Dus dat ga ik gewoon hierin doen. Dus ik ga wel een veiligheidsbril opzetten, want ik ken mezelf. Eentje is gedaan, dus best wel wat gepriegel, maar ik denk dat het gelukt is. Nou, de rest. Ik weet niet tot hoever ik het heb laten zien, maar ze liggen in de oven, de glazen. Ik ben echt heel benieuwd of dit werkt. Ze moeten er nu nog 40 minuten in. En dan moeten ze ook nog drogen. Dus ik vraag me heel erg af of ik dit vandaag afkrijg. Maar het zal wel moeten. Ik moet ze laten drogen in de oven. Dat is belangrijk. Of afkoelen in de oven. Dan zet ik hem mooi open. En dan laat ik hem gewoon hier afkoelen. Maar goed. Nu dus 40 minuten dat ik aan de webshop kan werken. Oké, de tijd zit erop en ik heb de glazen nu 45 minuten gebakken op 160 graden. Dadelijk ga ik, als ze afgekoeld zijn, ik laat ze me gewoon zo openstaan. En dan ga ik die stencils eraf halen en dan hoop ik heel erg dat het verf niet aan het stencil blijft zitten, maar gewoon aan het glas. En hier ben ik bezig met alle kerstkaartjes schrijven. Kijk, dit is ook voor mijn familie en dit zijn alle bestellingen. En ik heb nu precies genoeg kaartjes. Dus ik ga nu bijbestellen, want de maand duurt nog lang. En ik heb nog niet voor mijn buren en zo een kaartje. Dus ik ga gauw bijbestellen. Maar in ieder geval, zo zit ik er dus nu even bij. Lekker helemaal aan de bar. Vond wel gezellig. Ik ben echt super druk bezig geweest met alle webshop bestellingen. Ik ben echt een heel eind gekomen. Ik zat er zo lekker in dat ik helemaal de tijd was vergeten. Dus nu moet ik bijna streamen. De glazen zijn inmiddels ook helemaal afgekoeld. Kijk, het ziet er nu zo uit. En ik heb proberen het eraf te pielen. Maar het zit dus heel, ja, ik weet niet of je het kan zien. Maar het is dus helemaal vastgeplakt nu. Ook dat stencil. Maar als het goed is, als ik zo kijk, lijkt het er wel op dat het loslaat en dat de verf blijft zitten. Alleen het duurt even voordat ik dit losgepield heb. Dus daar ga ik straks mee verder. Want ik moet nu eerst streamen. En ik ga jullie overigens ook laten zien hoe ik alle pakketjes inpak. Want oh, het is zo feestig en kerstig. Ik word helemaal blij ervan. Maar dat laat ik allemaal naar mijn stream zien. Want we hebben ook stream duty nu.
heel zin in. Dus we gaan deze game spelen. En daar heb ik heel veel zin in. Dus let's go. Mijn stream zit erop. En ik heb inmiddels ook die stenseltjes eraf gehaald. Of geprobeerd. Maar het lukt me niet zo goed. Of ja, je ziet wel gewoon dat hier bijvoorbeeld... Oh, kijk, daar staat wel gewoon Nikki. Maar je ziet het. Het laat een beetje los. En het is best wel lastig om... Hier zie je Alex. Dat is ook niet netjes. Maar goed. Ik pak ze gewoon in. En dan zeg ik dat ik het nog wel een keer beter doe. Want ik had het gewoon met grotere letters moeten doen. Dikkere letters. Deze waren gewoon iets te dun. Jammer. Niet gelukt. Leuk idee, niet gelukt. Even in mijn webshop ateliertje. Hier heb ik de kerstpakketjes. Allemaal leuk ingepakt. Dit is een joggingboek besteld door Ramon. Dit pakketje is voor... Het eerste kerstpakketje is voor Menno. Voor Siep. Hier zit ook nog een leuk ingepakte muts met een kerstkaartje. Voor, dit is voor Sabine. Ja, Sabine. Dus het ziet er echt heel leuk uit allemaal. Kijk, bijvoorbeeld. Oh, superknus. Deze worden dus al zaterdag verstuurd. Zodra Sinterklaas het land uit is, komt hij dan binnen. En dat was alweer Vlogmas deel 2. Dank jullie wel voor het kijken. Ik ga gauw editen en dan zie ik jullie... overmorgen met een nieuwe video. Doei doei! En die video wordt heel leuk, want dan is het pakjesavond en dan gaan jullie zien wat ik allemaal krijg en wat ik allemaal ga geven. En daar heb ik heel veel zin in. Dus volgende vlog wordt top notch!